In Groningen zullen mensen op korte termijn geen boete moeten betalen als zij boodschappen van iemand krijgen terwijl ze een bijstandsuitkering hebben. Dat liet wethouder Isabelle Dix weten na vragen van de Stadspartij. Vorige maand was er veel ophef over de gemeente Weidemeren, waar iemand in de bijstand boodschappen kreeg van familie en daarom een boete van duizenden euro's moest betalen. Gemeentes zijn nu verplicht om die boetes te geven, maar vandaag bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer daartegen is. Zij willen dat gemeentes zelf die keuze moeten kunnen maken. De Stadspartij wil vooral voorkomen dat er ook in Groningen boetes gegeven worden. De wethouder die heeft vrij uitgebreid geantwoord afgelopen woensdag dat Groningen voor zo ver het kan niet al te streng de regels hanteert. En vooral wil kijken naar maatwerk, omdat mensen niet verder gedupeerd moeten worden wanneer dit gebeurt. Mensen die kunnen ook naar de voedselbank gaan. Het college geeft ook aan dat ze dat liever hebben dan wanneer mensen periodieke voedselpakketten ontvangen. Maar ook daarvan heeft volgens mij de wethouder gezegd dat ze wel kijken naar de menselijke maat. En die moet voor ons altijd voorop staan. Is dat niet een beetje gek dat mensen eigenlijk naar de voedselbank moeten in plaats van iets kunnen krijgen van familie? Ja, eigenlijk zou de voedselbank in Nederland helemaal niet nodig moeten zijn. Gelukkig gaat Groningen redelijk barmhartig om met onze inwoners. En waar het gaat om voedselpakketten is het goed dat ze in elk geval nog iets kunnen krijgen, omdat ze toch het heel moeilijk hebben. En je ziet ook dat de koppeling van de bijstandsnorm aan het minimuminkomen eigenlijk niet voldoende is om mensen fatsoenlijk rond te laten komen in een maand. Daarom is Sijbots blij dat de meerderheid in de Tweede Kamer voor de afschaffing van de boete is. Ik vind het goed dat er opnieuw gekeken wordt of deze regels niet te streng zijn en schrijnende gevallen juist verder in de verdrukking dringt. En dat is volgens mij nooit de bedoeling geweest van deze wet. Je mag mensen best wel op wijzen dat als ze giften ontvangen die heel groot zijn, terugbetaald moeten worden. Maar dat maakt ze nog niet meteen oplichters. En zo wordt er soms wel over gedacht en naar gekeken. En dat is gewoon niet waar. Nu denkt hij dat het vooral afwachten is wat er met het landelijke beleid gaat gebeuren. Het college heeft wel duidelijk aangegeven dat zij richting Den Haag, in gesprekken met de VNG, in gesprekken met ministers en staatssecretarissen, wel duidelijk aangeven dat zoals de participatiewet nu vormgegeven is, eigenlijk veel te streng is en het doel voorbij schiet. Maar de wethouder heeft in elk geval onze eerste grote zorgen weggenomen, dat we soortgelijke gevallen in Groningen op korte termijn niet zullen tegenkomen.